gestart met de puntenkoers. 50 ronden. Eerste keer bellen op 45. Tweede keer bellen. Eerste keer bellen op 45. Punten op 44. Zo wou ik zeggen. Dat er meteen wat groepjes gevormd worden. Die rijders hier in een treinje zich positioneren. Niet te veel opkom. Niet te weinig achterin. Stoppen. Voor 43 bij de Bagage op 47 rondes te gaan. Zoals gezegd, dus de eerste bel 45 is de punt op 44, dan is het elke ronde tellen. Elke ronde tellen, en de ronde 3. Gaat de ronde wordt op
30. Dus bij de kracht is van Takken Wieners ook nog 34 ronden te gaan. De bel heeft geklonken. Ja, 38, 2 punten. 125, 1 punt. We nu meer punten. 38, 179. Kijken we naar de volgende punten.
Sandra. 145, 2 punten. 117, 1 punt. Gaan we weer bellen. Kijk even met de schuin al naar het rondebord. Ook natuurlijk voor diegenen die thuis op de livestream kijken. Rondebord op 19 gaat door naar 18. Dus bij passage nog 18 rondes te gaan. Kom, Sam, kom. Kijken we naar de volgende tussensprint. We kijken naar de volgende verdeling van de punten. En dan zien we dat er 2 punten gaan naar 1, 4, 5. En 1 punt naar 17. 117, 1 punt, 145, 2 punten. Gaan we weer bellen. 3 dames dus aan de leiding. In dit kopgroepje. Ik zie nooit de graven, derde dame daarbij. Die heeft nu de leiding. Gaan we kijken hoe de punten nu verdeeld gaan worden. 2, 3, 5, 2 punten, 1, 1, 7, 1 punt. Zo, klaar, vol, water maken, langzaam naar voren en zij de kop overgenomen in deze puntenkoers. Met een totaal van 9 punten. Officieus natuurlijk, officieus. Dit is mijn stemlijst. Aankomstjury, niet bepaald. Uiteindelijk het aantal punten. Dat doen we niet hier achter de microfoon. Gaan we kijken naar de volgende punten. Ah, 145, 2 punten. 117, 1 punt. Kijken we naar de bel. Kijken we ook nog even stiekem weer naar het rondebord. Zien we dat het rondebord staat op 13. Dus op 13 rondes te gaan. Kijken we met de rondebord op 13, 2 nieuwe koplopers. Heren, senioren, gaat melden in de area of cool. Dat werd het verschil, dus zo gaat het ook. 19, 2 punten.
228, 1 punt. De bel heeft geklonken. Dus we gaan weer kijken naar de volgende tussensprint. Kijken we als de bel geluid wordt worden. Naar het rondebord zien we dat het rondebord op 3 staat. Laatste 3 rondes. En de laatste 3 rondes. We nog steeds die twee dames aan de leiding. Bianca Rozenboom samen met de Brit Kwon. En de 3 dames op 10 punten. 228-219-1. Gaan we kijken. Rondebord gaat naar de 1. Rondebord gaat naar de 1. Dus de laatste ronde voor de kop van de wedstrijd. Laatste ronde voor de kop van de wedstrijd. Ook hier de bel voor het peloton. Kijken hier eerst naar de file. Zien we dat Bianca Rozenboom nog 3 puntjes toevoegt. Dat Frits Kwon er nog 2 toevoegt en daarmee op 10 komt. En we hebben dus 4 dames per team, maar nog 1 puntje te geven aan de nummer 38. Dat is een spannend op mijn tellijst klopt. Dus mijn tellijst klopt, dan is dat ene puntje van Loralie is precies genoeg om de winst te behalen in deze tuttenkoers. Dan is zij de enige dame met 11 punten en dan hebben we nog 3 dames met 10 punten. Bo Wagenmaker, Burgering en Brit Kwon. Maar goed, dat is weg, dat was mij.